9 jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met de Toyota Aygo en vooral op de Nederlandse markt werd die auto meteen een groot succes. Dat kwam niet alleen door de gunstige prijsstelling, maar ook door het lage verbruik en de vrijstelling van BPM en wegenbelasting. Nou, inmiddels is er wetmatig het een en ander veranderd, dus een aantal van die voordelen zijn er niet of vervallen binnenkort. Dat neemt niet weg dat deze nieuwe tweede generatie Toyota Aygo behoorlijk aantrekkelijk is voor een hele grote groep automobilisten. Die nieuwe Aygo heeft een totaal andere, aanzienlijk vlottere en jongere uitstraling gekregen met als dominant effect in het front die grote X. En dan zeggen we natuurlijk allemaal X-Factor, maar daar heeft die Toyota weer niks mee te maken. Maar heeft die Toyota de X-Factor? Nou, hij heeft hem beslist meer dan het vorige model. Deze auto is weer helemaal bij de tijd. En toch is die basis van die Toyota heel erg vertrouwd. De bodemgroep is namelijk feitelijk hetzelfde gebleven. En hetzelfde geldt voor de aandrijftechniek, motor, versnellingsbak. Ook net als voorheen heeft Toyota deze auto ontwikkeld samen met Peugeot en Citroën. Dus dat betekent dat tegelijkertijd met deze Aygo er ook een nieuwe C1 en een Peugeot 108 zijn verschenen. Toch is niet alleen de carrosserie nieuw. De auto voelt van binnen gewoon ruimer, groter aan, heeft aanzienlijk betere stoelen en geeft daardoor in zijn totaliteit een meer volwassen indruk. Dat brandstofverbruik, ja, dat is nog steeds dat 1 liter motortje van 69 pk. En daarmee is het in de dagelijkse praktijk, en ik heb het bij het aftanken van de week gemerkt, heel goed mogelijk om echt makkelijk 1 op 20 te rijden. En wie een beetje oppast, die komt aanzienlijk gunstiger uit. Dus wat dat betreft is, ondanks het wegvallen van een aantal belastingtechnische voordelen, is die Toyota Aygo nog steeds interessant gebleven. En het speelt natuurlijk mee dat ook alle concurrenten niet meer van die voordelen kunnen genieten. Over het geheel genomen is die Aygo net een beetje ruimer. Niet omdat hij groter is geworden, maar gewoon dat hij wat slimmer ingedeeld is. Ook de bagageruimte is wat groter. Al moeten we daar natuurlijk geen wonderen van verwachten. Elektronica, ja, daar zijn ze natuurlijk ook verder gegaan bij Toyota. We hebben hier in het midden een groot digitaal scherm waarop diverse functies te bedienen zijn, afhankelijk van wat de koper bij zijn auto bestelt. De toerenteller, die vroeger als optie, als een soort los instrument op het dashboard stond, die is nu geïntegreerd in het geheel en ook dat ziet er keurig netjes uit. En zeker voor mensen die de Aygo al kennen, die zullen de stappen die deze auto gemaakt heeft beslist als positief ervaren. De prijsstelling die is ietsjes omhoog gegaan. Driedeurs Aygo, want er is ook een driedeurs naast deze vijfdeurs carrosserie, die kost evenveel als voorheen de vijfdeurs. En dat betekent dat op dit moment die auto rond de 9700 euro start.